Dit is deel D van les 5 en handelt over torsie. We maken onderscheid tussen een primaire torsie en een secundaire torsie. De primaire torsie is eigenlijk verstoort het evenwicht in een constructie. En de secundaire torsie is eerder een torsie te wijten aan, of een torsie die de toestand in de gebruiksgrenstoestand zal beïnvloeden, bijvoorbeeld doorbuiging. Een primaire torsie geeft dus een weerstand van de structuur en heeft dus te maken met een statisch evenwicht in UGT. Een voorbeeld daarvan is een koker in gewapend beton of in voorgespannen beton, een koker van een brug, die excentrisch belast is ten opzichte van het massamiddelpunt van de koker. Dan zal deze koker een beweging ondergaan of een torsiemoment ondergaan in die richting, die de koker zelf kan oplichten van zijn steunpunt. Dat is dus een primair torsie op die doorsnede in de vorm van een koker. Je kan het ook hebben bij een balk, waarin aan de linkerkant en de rechterkant welsels op aankomen met een verschillende overspanningslengte, zodanig dat F1 verschillend is van F2. Ook deze balk kan door een torsiemoment omgeslagen worden. Dit is dus primaire torsie. Hetzelfde is wanneer natuurlijk een balk door metselwerk bijvoorbeeld volledig excentrisch is belast. Secundaire torsie heeft eigenlijk geen invloed op de globale stabiliteit en heeft wel een zekere invloed op GGT. Dit kan bijvoorbeeld zijn een balk die met een plaat continu is verbonden aan elkaar. Wanneer die plaat belast is met een eenparig verdeelde belasting, dan zal de balk geen evenwicht verliezen door middel onder invloed van de torsie, omdat hij gewoonweg vast zit aan de plaat, dus hij kan niet wegslaan. Maar de plaat zal door middel onder invloed van de torsie bijvoorbeeld kunnen roteren, een stukje roteren, waardoor dat de doorbuiging van deze plaat groter is dan geanticipeerd. Een ander voorbeeld is in een portiek krijgen we eenzelfde soort toestand, namelijk deze portiek onderhevig aan torsie zal niet omslaan of wegslaan, maar kan wel op gebied van vervormingen en spanningen een toestand krijgen die minder aanvaardbaar is. Voor alle duidelijkheid, torsie is altijd een UGT gebeuren. Torsie is geeft aanleiding tot een bijkomende beugels en beugels wordt berekend in UGT. Hiermee wordt bedoeld dat secundaire torsie, moeten we ons niet te veel van aantrekken, maar kan wel een invloed hebben onrechtstreeks op de toestand in GGT. Eerst enkele algemene begrippen en analogieën. We beschouwen de torsieschuifspanning tau. En die tau kan je vergelijken met de elastiteitsmodulus, kan je vergelijken met de spanning sigma zoals in buiging. Dan heb je de glijdingsmodulus, die kan je eigenlijk een beetje vergelijken met de elastiteitsmodulus. De glijdingsmodulus is verbonden met de elastiteitsmodulus door middel van de coëfficiënt van Poisson. Gamma is de rek, ook te vergelijken met de rek voor buiging. T is het wringmoment, dus dat vergelijken we met het buigmoment. En IP is het polair traagheidsmoment en te vergelijken met het gewone traagheidsmoment. Het polair traagheidsmoment van een vierkant is bijvoorbeeld a tot de vierde gedeeld door 6. En zoals je dat kan zien, is dat dus gelijk aan 2 keer het normale traagheidsmoment. Dus het polair traagheidsmoment van een cirkel bijvoorbeeld is dit gelijk aan pi a tot de vierde gedeeld door 32, terwijl het gewone traagheidsmoment gelijk is aan pi a tot de vierde gedeeld door 64. Dus dit is ook weer 2 keer het gewone traagheidsmoment. Het polair traagheidsmoment van een rechthoek daarentegen is gelijk aan wat hier staat. Dus het is niet altijd zo dat het polair traagheidsmoment 2 keer het traagheidsmoment is. Dit is enkel te maken met bisymmetrische secties.
torsiemodulus. De torsiemodulus kunnen we vergelijken met W, met de weerstandbiedend moment van bij buiging. De torsiemodulus is gelijk aan als je een dunne buis hebt of een dunwandig profiel hebt en je neemt de oppervlakte binnen die stippenlijn en die is AK, dan is de torsiemodulus gelijk aan AK maal de doorsnede, de minimale doorsnede van het dunwandig profiel vermenigvuldigd met 2. Dus 2AKT-. Torsie van een prismatische doorsnede. Enkele algemeenheden ter herinnering. De schuifspanning is gelijk aan G maal gamma. Gamma is de rek. De torsieschuifspanning. Je kunt dat vergelijken met sigma is epsilon e. Gamma is R maal alpha. Alpha is de torsiehoek per lopende meter. Alpha is dus gelijk aan het torsiemoment gedeeld door GIP. T is het wringmoment. En je kan dit een beetje vergelijken met epsilon over V is gelijk aan M gedeeld door EI. Dit is ongeveer het evenwichtsbroertje, zeg maar, of het analoge broertje. Dit is in buiging, dit is in torsie. De torsieschuifspanning is TR gedeeld door IP. R is de torsiestraal. En IP is het polair traagheidsmoment. Dus je vergelijkt dat met sigma is M gedeeld door I op V. En de maximum schuifspanning is gelijk aan het torsiemoment gedeeld door WT, de torsiemodulus. En je kunt dat vergelijken dus met sigma max is gelijk aan M gedeeld door W. Het verband tussen torsiemoment en schuifspanning. Je kunt dat vergelijken met het verband tussen buigmoment M en spanning sigma. Dus hier is ook het verband tussen torsiemoment en de schuifspanning. Als je een dunwandig profiel bekijkt met rond het zwaartepunt de torsiemoment T, dan hebben we de straal A op een bepaalde locatie en de breedte T van het dunwandig element die varieert in de omtrek, A varieert ook langs de omtrek. En dan heb je de schuifspanning tau en die schuifspanning tau maal T, dus tau maal T, dus telkens malen die schuifspanning vermenigvuldigd met de breedte en op elke positie is die anders, wel over de hele omtrek is tau maal T constant. Dus dat wil zeggen dat uw torsiemoment veroorzaakt een schuifspanning in het dunwandig profiel die in elke doorsnede constant is. Dus QT. Nu, als T varieert, dan zal natuurlijk ook uw schuifstroom variëren. Dus Q mal T is de schuifstroom en is een constante. Als we kijken naar het torsiemoment is eigenlijk de lijnintegraal van de hefboomsarm A maal de schuifspanning tau maal T en dit over een elementje TL. Dus het torsiemoment moet in evenwicht zijn met alle krachten rondom in het dunwandig profiel vermenigvuldigd met zijn hefboomsarm, zodanig je moment krijgt. Maar Q hebben we nu gezien. Q is tau maal T en tau maal T is een constante. Tau is niet een constante, T is niet een constante, maar tau maal T is wel een constante. Dus dan is Q gelijk aan de lijnintegraal van ADL en de lijnintegraal van ADL is dus gelijk aan twee keer de oppervlakte, AK. Dus twee keer de oppervlakte die zich bevindt centraal daarin. Dit lijkt misschien op het eerste zicht wat vreemd, maar dit bewijst het, zeg maar. Men kan dat gemakkelijk illustreren door bijvoorbeeld de lijnintegraal, indien dit een cirkel zou zijn, van RDS, die lijnintegraal. R is bij een cirkel constant, dus de lijnintegraal DS, dat is natuurlijk de oppervlakte, de omtrek. Dus de omtrek is 2πr. En dus in totaal krijg je 2πr kwadraat, dus dit is twee keer de oppervlakte van die cirkel. Dus dit is wat er hier eigenlijk gebeurt. Dus AK is dus de oppervlakte
binnen de centerlijn van het dunwandige profiel. Dus het torsiemoment kan omgezet worden in een schuifstroom die constant is en die gelijk is aan het torsiemoment gedeeld door 2ak. Dus we spreken nu van buisvormige profielen, dunwandige profielen. We weten nu dat de schuifstroom of de shear flow gelijk is aan Q en gelijk en constant is, is tau T. En we weten dat de totale torsiemoment gelijk is aan 2QAK. En tau max is dus gelijk aan uw torsiemoment gedeeld door 2AK maal T min, of T is gelijk T gedeeld door WT. Beschouw nu een stuk van een dunwandig profiel. We zitten op de mantel van dat dunwandig profiel. Dan weten we dat de drukschoor die zich ontwikkelt door die schuifstroom die daar aanwezig is, die drukschoor, dat die kracht in die drukschoor natuurlijk gelijk is aan uw schuifstroom gedeeld door de sinus van die hoek. Dus Q gedeeld door sinus theta. Q, dat is wel het handige, weten we dat voor die dunwandige sectie constant is en gelijk is aan tau maal T. En dat grote, het torsiemoment gelijk is aan 2QAK. Dus daaruit halen we de spanning. De spanning sigma C is gelijk aan de kracht FC die we hebben, gedeeld door deze afstand. Want we staan, moet een loodrecht daarop komen, we zoeken de spanning in die drukschoor. Dus deze, hola, ik heb, spreek over deze afstand hier. En de kracht om de spanning te zoeken van de kracht FC moeten we loodrecht daarop gaan. Dus FC gedeeld door BD maal T, de diameter, de dikte van het element. Dus dan komen we uit, als je dit verder uitwerkt en dit daarin substitueert, als de spanning is gelijk aan uw spanning in uw beton, is gelijk aan uw torsiemoment gedeeld door 2T sinus theta cosinus theta AK. Dit hier is voor theta gelijk aan 45 graden. Dan wordt de spanning sigma C gelijk aan uw torsiemoment gedeeld door T maal AK. En dit lijkt me een beetje logisch te zijn. Dus bij 45 graden is uw spanning in uw beton, in uw drukschoor van uw beton, gelijk aan T gedeeld door TAK. Voor de beugels nu. Dit is een stuk van de mantel. De drukschoor werkt op een hoek theta en S is de afstand tussen de verschillende beugels. Als we aan de omtrek van de doorsnede, een eenheidslengte nemen, dan zien we dat cotangens theta maal het stukje AB gelijk is aan cotangens theta. Nu, voor de beugels, de kracht in de beugels is natuurlijk gelijk aan de schuifstroom. Je moet die schuifstroom opnemen. En de kracht in de beugels is het aantal beugels maal de doorsnede van de oppervlakte van de beugel zelf, maal zijn spanning of zijn vloeigrens van de beugels. We weten dat T gelijk is aan 2QAK en N, het aantal beugels die je hebt, is natuurlijk gelijk aan cotangens theta AB gedeeld door S, maar dat is gelijk aan cotangens theta gedeeld door S. Dat is gewoon het aantal beugels. Daaruit halen we ASW over S en is dus gelijk aan uw torsiemoment gedeeld door 2AK cotangens theta FIWD. Hier ontstaat ook een bijkomende langswapening ten gevolge van dat torsiemoment. En de bijkomende wapening is eigenlijk de kracht in die wapening, of de kracht dat die wapening moet overnemen, is gelijk aan UK, dus de omtrek van AK, maal Q, maal cotangens theta. En dat is dus gelijk aan uw wapening, de oppervlakte van uw wapening, van uw langswapening, plus de spanning in die wapening. Daaruit haalt men dan ASL, dus uw langswapening die je nodig hebt om die torsie op te nemen, is dan gelijk aan T gedeeld door 2AK
maal cotangens theta uk gedeeld door FILD. FILD slaat op de vloeigrens, op de rekenwaarde van de vloeigrens van de langswapening. En FIWD slaat op de rekenwaarde van de vloeigrens van de beugels. In de praktijk is dit vaak gelijk. We kijken nu eerst naar primaire torsie, dus het equilibrium torsie. Daar gaan we torsiewapening dus moeten voorzien. En die torsiewapening behelst bijkomende beugels. Dus torsiewapening is onder vorm van beugels, plus nog eens een bijkomende langswapening. Dus een toeslag op de langswapening. Daarna moet er een controle gebeuren. En er is een controle doordat je dwarskracht en torsie tezamen neemt. Dus de hoeveelheid beugels door dwarskracht, daar moet je de hoeveelheid beugels nodig voor torsie bij optellen. Je mag niet de beugels van de dwarskracht gebruiken om torsie op te nemen en vice versa. Je moet die optellen. Plus dat je voor buiging heb je een langswapening nodig. En je moet daarbij de langswapening nodig voor torsie bij optellen. Je hebt ook een controle die je moet doen wanneer dat je bijvoorbeeld een minimumbeugels hebt. Voor dwarskracht, dan is er een controle om te kijken of er bijkomende beugels nodig zijn. Bij die controle moet je ook rekening houden met torsie. Bij secundaire torsie daarentegen is enkel de plaatsing van minimumbeugels en langswapening voor de scheurbeheersing voldoende. Een volle doorsnede. We hebben nu een rekenmethodiek gezien voor dunwandige profielen, voor buisvormige profielen, maar een balk is een vol profiel. We gaan dus nu een volle doorsnede omzetten in een dunwandige profiel met een fictieve dikte. En neem nu een willekeurige vorm. Dan is TED de ontwerpwaarde van het wringmoment, tau TI de wringschuifspanning. En VED, de dwarskracht ten gevolge van het wringmoment. In een volle doorsnede gaat men omzetten naar een dunwandig profiel. Beschouwen we nu eerst U de omtrek van het volwandige profiel. Dan is A gedeeld door U gelijk aan de fictieve breedte van het dunwandig profiel. Dus U is de omtrek en A is het gewoon de oppervlakte. En het moet steeds groter zijn dan 2 keer de betondekking, anders ga je gewoon de betondekking eraf wringen. Dus je moet altijd groter maken dan 2 keer het zwaartepunt van de wapening, hè, dus 2 keer de betondekking plus de beugel. Dus dan hebben we een definitie van AK. AK wordt gedefinieerd als als de oppervlakte die zich bevindt tussen de centerlijn van de omtrek, van de diktes, de centerlijn van de diktes. Cotangens theta moet zich bevinden tussen 1 en 2,5. De dwarskracht veroorzaakt door die torsiemoment is gelijk aan uw schuifspanning maal uw effectieve dikte of fictieve dikte van uw dunwandig profiel maal z. En uw schuifstroom, Q, is dus gelijk aan tau maal t, en die is constant. En die schuifstroom is gelijk, hebben we gezien, als die torsiemoment gedeeld door 2ak. Daaruit volgt dat uw dwarskracht ten gevolge van die torsiemoment gelijk is aan tau gedeeld door 2ak maal z. En voor de beugels is dan ASW over S, de nodige beugels die je hebt, is die VEDI, dus deze, dat dus gelijk is aan tau ED 2AK maal Z. En voor alfa gelijk aan 90 graden mag je de Z die naar de omtrek van de doorsnede, mag je die overal constant houden op Z. En dus wordt de wapening die je nodig hebt gelijk aan je torsiemoment gedeeld door 2AK maal uw spanning in uw beugels maal cotangens theta. Voor de langswapening.
de langswapening hebben gezien, of de kracht opgenomen door de langswapening is gelijk aan de vloeigrens van die langswapening, maal de som van alle langswapening die aanwezig is, of die nodig is, en die is gelijk aan tau t effectief uk cotangens theta. Q is t maal tau, en Q weten we ook is gelijk aan het torsiemoment gedeeld door 2 keer ak. En dus is de som van uw langswapening gelijk aan deze formule. Dus dit is de bijkomende langswapening die je moet plaatsen ten gevolge van torsie. Dan moeten we nog de controle van de betondrukspanning in de schoor doen. Dit is een controle van een drukschoor, maar diezelfde drukschoor gebruiken we ook voor dwarskracht. Dus we gaan een controle doen op de maximumkracht in de drukschoor, te wijten onder dwarskracht en torsie. Dus we gaan kijken naar het dwarskracht, gedeeld door VRD max. Dat is de overschot, zogezegd, die je hebt ten gevolge van dwarskracht. En je telt daarbij op de torsiemoment en het maximum torsiemoment DRD max. En de som van die twee moet kleiner zijn dan 1. Tau RD max is gedefinieerd door dit, met nu gelijk aan 0,6 maal 1 min FCK gedeeld door 2,50. Dit komt omdat sigma C gelijk is aan T gedeeld door TAK. Dus, vervolgens, dit is de controle van de drukschoor, maar indien bijvoorbeeld de dwarskracht kleiner is dan de dwarskracht opneembaar door het beton, dan hoef je geen beugels te plaatsen. Hetzelfde geldt voor het torsiemoment, maar deze twee criteria moet je optellen bij elkaar en maken dat dit kleiner is dan 1. En tau RDC is gedefinieerd als dit, met FCTD, alpha CT, FCK, de 5 promille grens, gedeeld door gamma C. En de 5 promille grens is 0,7 keren FCTM. Dus op die wijze hebben we een controle gedaan samen met dwarskracht en torsie voor de drukschoor en een controle over de minimum hoeveelheid beugels, of er beugels moeten zijn, ja of nee. En op het einde, wanneer je wel beugels nodig hebt voor torsie en dwarskracht, dan is het totaal aantal beugels de som van de twee.